First Lady Ingrid Boutersen heeft gisteren een bedrag van 125.000 SRD geschonken aan sociale instellingen. Dit is het geld dat door de Raad van Ministers was vrijgemaakt voor president Boutersen voor relatiegeschenken. Enkele sociale instellingen die in aanmerking zijn gekomen voor een geste zijn het Parelhuis, het Lotjeshuis, SOGK, Huizen Betaliada, Emma en Huizen Asiana. De First Lady prees de leidinggevende van de tehuizen voor het sociale werk dat ze doen. De bedragen die de sociale instellingen hebben ontvangen variëren tussen SRD 15.000 en 20.000. Frank Cameron, vertegenwoordiger van de SOGK, bedankte de First Lady namens alle sociale instellingen. We weten dat ik constant bezig ben met sociale projecten. Eigenlijk dat doe ik, dat doet mijn bureau. En ik ben blij dat ik natuurlijk weer andere instellingen. Maar ja, de laatste dagen hebben de instellingen veel geld gehad. Dus maar ik ben blij, want jullie hebben het moeilijk, want het is een moeilijke tijd. Ik ben blij dat ik er van jullie kan verhandelen. Jawel. Mag ik de vertegenwoordigers van Huizen Betaliada vragen naar voren te komen? Mevrouw Mieke Roberts, mevrouw Annabel Kruitenberg en mevrouw Marion Oron. Nou, dit is een bundel. Mag ik u dit namens de president van het land jullie aanbieden? Ik weet jullie doen heel goed werk daar bij Huizen Betaliada. Ik ben er ook geweest en ik denk dat jullie...